En hoe voel je het winkelcentrum? Heel mooi, druk. Ja, druk is het zeker. Ja, dan mooi, veel te zien, veel winkels, veel winkels, hier heb je dan. Ja. Je ziet het, net een kus gekregen. Dingen worden opgemeten. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 8 augustus 2021. En het is nu 5:05. Ja. We zijn even onderweg om iemand op te halen. En dan gaan we gelijk door naar de mall. Ja. Kijk, 6B. Zie jij dat? 6B. Dus, maar we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, ik loop dus nu in de binnenstad. Want ik krijg bezoek van Jan Verdam. Ja, die ga ik dus nu even ophalen. Want ik heb even een plaats afgesproken waar ik hem dus ophaal. En dat is dus bij de Burger King. Dus dat gaan we maar even doen. Dus ik ga nu even lopen. Hé, lieve mensen. Ja, waar ben ik dan weer? Maar Jan Verdam is er ook. We hebben het hele winkelcentrum. We laten zien, alleen met mij gaat het een stuk minder. Ik kan wel zeggen, ik voel me zo ziek als een hond. Maar overgeven kan ik niet. Het is ja, helaas pindakaas. Maar ik heb gewoon een dumping te pakken op wat, weet ik niet. Maar ik voel me niet goed. Het zweet dat breekt me uit. Koorts heb ik niet. Maar het is iedere keer overgeven. Maar ik kan niet overgeven, want ik heb de kracht niet. Dus... Ro is nu met Jan Verdam naar de auto en die halen mij op. Dus ik ben aan de diarree. Ook een lekkere, fijne informatie, maar oké. En als ik over moet geven, dan was het echt alleen maar slijm, slijm, slijm. Dus dat is ook niet fijn. Maar we gaan dus nu naar huis. Ik ga gewoon op de bank liggen. Jan die weet ervan. Dus, maar ja, ook dat hoort erbij. Helaas ben ik uit. Kijk, en daar hebben we Jan Verdam. Hé, hey, Jan. Alles goed? Zeker, bij mij is het goed hoor. Mooi zo. En hoe voel je het winkelcentrum? Heel mooi, druk. Ja, druk is het zeker. Ja, dan mooi, veel te zien, veel winkels, verschillende winkels, eetgelegenheden, in de sport. Genoeg wat te doen. Ja, precies. Dus, nou ja, wat ik al net al zei in de parkeren garage, ik ben gewoon niet lekker. Maar Jan Verdam die weet dus dat ik een maagverkleining heb, dat dit er ook soms bij hoort. Helaas, pindakaas, dat is me eenmaal zo. En dat kies ik ook niet uit, dus. Maar ik werd al wel zo wakker, maar ik had zoiets van, nou, dat en dat appt wel weg, weet je. Maar nee, het komt er juist lekker erbij. Maar gisteren was ik ook al aan het diarree. Maar ja, nu is het dus even nog, het is aanhalingstekens overgeven, maar... Gewoon even zo meteen mijn rust pakken. Even kijken hoe ik me dan zo meteen voel. Dus, en dan even nog even een bakje doen. Cadeautje uitpakken. En dan Jan weer wegbrengen. Kort bezoekje, maar de volgende keer kom je langer, Jan. Ja, zeker, dat was zeker de bedoeling. Dus, daarom. Daarom. Dus, maar dan moeten we eens een keertje even inplannen. Hè? Ja, afspreken. Daarom. En dan moet ook mijn logeerkamer helemaal vrij zijn, want dat is nu ook eventjes een opslagruimte. Maar ja, want ik wil dus namelijk een hele nieuwe, nou ja, nieuw, maar wat er nu in zit van, van mijn lambrisering is dus kapot en door beauty haar vakwerk. Maar dat gaat er dus uit en een maatje van Ro en mij die gaat dus helpen om dus het helemaal anders te maken, want ik heb laminaat over kunnen nemen, nou ja, niet nemen, maar gratis even mijn oude bovenburen. Dat is wel mooi. En dus van dat laminaat gaan we dus een nieuwe lambrisering maken. Ja. Dus dat. Dus, maar oké, okay, we gaan nu eerst naar huis. Eventjes lekker op de bank. En met je erbij. En dus komt helemaal goed. Hoop ik dat toch. Ja, lieve mensen. Zo kunnen jullie mij helemaal niet. En nee, ik vraag ook helemaal niet om aandacht via deze video of vlog, wat het ook maar mag wezen. Maar het ziekenhuis die heeft
twee van moeders. En ik word van ons eigen ziekenhuis doorgestuurd in het centrum. Dus, en ik heb heel veel pijn. Neem dat maar van mij aan, want het huilen staat me nader als lachen. En ik moet ook iedere keer eigenlijk die neiging van het overgeven, heb ik ook. Maar ik probeer me daar eigenlijk op te concentreren. Terwijl ik ergens anders mega veel pijn heb. Maar dat zien we dan zo meteen wel wat het ziekenhuis hier zo meteen zegt. Maar ik heb wel gewoon veel mega veel pijn. Want ik huil niet zomaar en dat weet Rob ook. Maar ik hou jullie wel op de hoogte, maar ik ga nog niet filmen op en op de EHBO of wat dan ook. Stel ik word opgenomen, dan film ik daar wel. En ik weet niet of hoe lang ik moet blijven. Maar ik wacht eerst even af wat de diagnose is. En dan kan ik dat aan jullie doorgeven, maar nu nog even niet. Hier ligt je dan. In het ziekbed, net infuus gekregen. Dingen worden opgemeten. In het ziekenhuis. Met dingen. En dan gaan ze overleggen. Dan heb ik het zo wel. Ik zit weer buiten. Zoals je wellicht kan zien. We kunnen ze weer niks vinden. Maar straks, het is nu 12:30. Moet ik weer om 8:00 in het ziekenhuis zijn. Moet ik eerst weer bloed prikken. En dan naar de spoedpolie van een afdeling of zo van... ik weet niet eens meer welke afdeling. Ik heb pijn. En niet zo'n beetje ook. Dus ik weet wat je... Ik weet dat je kijkt. Ik ken niet meer, jongens. Ik zie jullie zo meteen thuis. Misschien dat Ro nog wat kan vertellen. Maar nu laat ik het even hierbij. Ja. Oké, ik heb hier dus kipfilet. Ik heb hier een bakje. Ik heb hier... kerrypoeder. Ik heb hier... zoete... paprikapoeder. Ik heb ketchup amanus. Ik heb zout. En ik heb peper. Nou, we gaan even openmaken. En we gaan de kip in dat bakje doen hier. Zo. Zo, de kip zit allemaal daarin nu. Dat is mooi. Dan gaan we eerst even lekker de ketchup doen. Ja, en dan ga ik zout er even overheen doen. En dan ga ik currypoeder eroverheen doen. Paprikapoeder eroverheen doen. En ook eigenlijk peper. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Nou, de peper is erop, zoals je kan zien. Nou. Even lekker eventjes door. Kijk, hier zit dus nou nog niks op, zoals je kan zien.
Dan gaan we ook even werven. Paprika poeder, currypoeder. En ook weer even peper erop doen. Nou, peper zit er ook al op. Nou. En dan zie je dus hier weer dat ik weer niks op heb. Weer even dit doen. En zo ga ik even alles doen. Ja mensen, ik ben dus weer thuis al een hele poos. Al vanaf vanmiddag rond een uurtje of 3:15 of zo. Het ziekenhuis is redelijk goed gegaan, moet ik zeggen. Wat blijkt nou? Zoals jullie weten heb ik dus een aantal X-operaties achter de rug. Ik heb een maagverkleining, maar toen vlogde ik nog niet. Ik heb 2 keer een buikwandcorrectie. Mijn eerste is goed gegaan. De tweede is ook goed gegaan. Hey kerel. Deze vindt het leuk om mijn onderstel van mijn bank kapot te maken. Dus daar moet ik ook wat op gaan verzinnen. Hé kerel. Maar wat blijkt nou? Door mijn tweede buikwandcorrectie is dus een zenuw bekneld komen te zitten. En daar heb ik dus al een tijd last van met lopen. Daarom loop ik ook heel weinig. En kan ik ook weinig in de huishouding doen. Want ik doe het gewoon dan zeer. En ik ben dan ook back af. Maar hè, dat zien jullie dan niet altijd achter de schermen. Maar daarvoor had ik dus ook heel veel pijn sinds afgelopen zondag. En zondag dus ook opgenomen geweest vanaf 8:30 tot 2:00 s'nachts in het ziekenhuis. En we moesten ons dus vandaag weer melden om 8:00. Nou ja, en tot ongeveer 3:00 in het ziekenhuis geweest. En ik heb dus een pijnstilling in mijn bovenbeen gehad. En ik heb dus 2 spuiten bij mijn litteken. 1 spuit, dat is een antibiotica. En 1 spuit is dus om die beknelling weer, hopelijk dat het los schiet, als ik het zo goed zeg. En dan 31 augustus moet ik weer voor de tweede keer, voor een tweede spuit. Dan krijg ik ook weer 2 spuiten. Dan krijg ik ook weer een antibiotica en voor, om mijn beknelling tegen te gaan. Deze spuit werkt 6 tot 8 uur, maar het is per persoon verschillend. En mocht het na 31 augustus niet helpen, dan wordt het dus via algehele narcose wordt het, losgemaakt. Dus ja, dus ik ben gewoon weer momenteel heel erg veel moe. Maar ja, ik ga jullie wel gewoon bedanken na het kijken naar deze 2-daagse weekendvlog. Het is niet heel veel geworden. Maar ik moet gewoon weer een beetje op mijn tellen passen en et cetera. En ja, dat dus eigenlijk. Dus ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, ga het hele riedeltje even af. Dan kom je er vanzelf. En als jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe